President Chandrika Prasad Santokhi vertrekt zondag voor een werkbezoek naar Nederland. Met het staatshoofd reizen mee 4 ministers. Dat zei minister Albert Ramadien van Buitenlandse Zaken vanmiddag op een persconferentie. De delegatie bestaat uit de ministers Ramdien, Armand Achaibersing van Financiën en Planning, Permanent Seudin van LVV, die al in Nederland is, Umar Ramadien van Volksgezondheid en Kenneth Amoksi van Justitie en Politie. Minister Ramadien geeft aan waarom deze bewindslieden meereizen met het staatshoofd. Financiën en Planning zal ontmoetingen hebben met functionarissen en zijn collega van Financiën in Nederland, met name op het stuk van de samenwerking tussen de beide ministeries, zeker voor wat betreft de Belastingdienst. De minister van Justitie en Politie heeft een hele lange lijst van zaken die hij zal willen bespreken. Of zal bespreken met zijn collega. Zijn directe collega, de heer Grapperhaus, zal er waarschijnlijk niet zijn, maar wordt vervangen door minister Dekker. En minister Amoksi zal dus die bilaterale gesprek ook aangaan. Minister Seudin is op dit moment reeds bezig met werkafspraken met zijn collega en officials van het ministerie van Landbouw in Nederland en Veeteelt en Visserij. Minister Ramadien heeft ook een programma met zijn collega Mark de Jonge van Volksgezondheid en die zal eigenlijk de samenwerking die daar iets is tussen de beide landen op het stuk van Volksgezondheid voortzetten, zeker voor wat betreft COVID-19, maar uitbreiden voor wat betreft een aantal andere zaken. Dat is de delegatie. Ik zal gesprekken hebben met collega Kaag en meneer De Bruyne, die minister is van Internationale Handel, omtrent de lopende zaken voor betreft de relatie tussen de beide landen. Minister Ramdien geeft aan wie het staatshoofd zal ontmoeten tijdens een bezoek aan Nederland. President Santokhi, als ik daarop even mag focussen, zal op 8 september op audiëntie zijn bij de koning van Nederland, Prins Willem-Alexander. En dan zal er daarna een 1-op-1 gesprek zijn, een tête-à-tête met de minister-president Rutte. En daarna zal er een werkbespreking zijn, een werklunch, welke wordt aangeboden door de minister-president Rutte. Waarbij alle ministers zullen aanzitten en specifieke onderwerpen die zijn besproken over de afgelopen maanden, maar ook tijdens dit bezoek, aan de orde zullen komen. Er zal een persmoment zijn daarna waarbij beide regeringsleiders de pers zullen toespreken. Diezelfde dag rond 6 uur zal er een Zoom persconferentie zijn met de Surinaamse pers, zodat ook de Surinaamse gemeenschap door president Santokhi direct wordt geïnformeerd. Het staatshoofd zal naast een bezoek aan de koning en de minister-president ook ontmoetingen hebben met de Surinaamse diaspora. Hij sluit zijn bezoek af met een ondertekening van een MOU met de burgemeester van Amsterdam over verdere samenwerking met Suriname.